Moord in Texas. De onthutsende ontknoping van Moord in Texas. Morgenavond bij de Tros. Een heel lang weekend met de Tros. Eindelijk krijgt u waar u recht op hebt. 3 dagen achter elkaar de populairste omroep van Nederland op uw scherm. Met een spannende serie Moord in Texas. Het meest bekeken programma De Bananasplit Show. Harten 2, The A-Team, Marco Bakker en vele andere goede programma's. De Tweede Kamer kan nu beslissen of u en de Tros nu die zendtijd krijgen die we verdienen. Sluit u bij ons aan en ontvang voor maar 20 gulden Tros Kompas. Met omslag en fraaie poster cadeau tot 1 april 84. Meer zendtijd voor de Tros, u hebt er recht op. In de eerste tv-privé van dit seizoen heeft Henk van der Meijden in de Koepel van Haarlem een onthullend interview met heer Olivier, de bekende en ongeëvenaarde gentleman-oplichter. Hij had er een lang gesprek met de man die het brein is geweest achter talloze zwendelaffaires waarin tientallen miljoenen guldens op het spel stonden. Wat gaat er schuil achter de man die zich een reputatie verwierf als superoplichter, hartebreker en avonturier? Wie is heer Olivier die kort geleden nog in het nieuws stond omdat hij in de Bijlmergevangenis romances had met bewaaksters? Voor velen is hij een tijluilenspiegel, voor anderen een gewetenloze oplichter. In TV Privé, morgenavond om 9:30 op Nederland 2, een in vele opzichten onthullend portret van heer Olivier. Eens in de 4 weken kunt u gaan kijken naar alweer een nieuw TROS-programma. En dat is TROS Actua Esculaap. Een nieuwe medische serie waarin per uitzending een aantal onderwerpen aan de orde komt. Bovendien vertel ik u nu alvast dat u naar aanleiding van dit programma telefonisch kunt reageren tot 12:30 vannacht via nummer 035 715 888. Goedenavond, dames en heren, bij de eerste aflevering van onze nieuwe medische serie Actua Esculaap. Het hoofdonderwerp van vanavond is alles wat zich afspeelt om een operatie en wel om de totale vervanging van het heupgewricht.